We kregen deze donderdag behoorlijk wat variatie voorgeschoteld. We begonnen natuurlijk met regen en sneeuw. In het noorden en oosten van het land viel een paar centimeter. Maar inmiddels begint de zon vanuit het westen door te breken. En in Zeeland is het al 10, 11 graden. Terwijl in Groningen de thermometer nog steeds 2 graden aangeeft. De zachte lucht gaat wel de strijd winnen. En de opklaring ook. Vanavond krijgen we te maken met de behoorlijke opklaringen. In Nederland is er dus niet heel veel aan de hand. We hebben een code geel voor mogelijke gladheid komende nacht. Maar kijken we elders in Europa, dan zien we hier en daar ook code oranje. En met name in Griekenland is het erg slecht weer. En dat geldt ook voor het zuiden van Italië. Daar ligt een lage drukgebied en die zorgt voor zware buien die behoorlijk overlast kunnen geven. Morgen in de loop van de dag ook een forse wind op de Egeese Zee. Dus mocht je naar Athene gaan, dan kun je daar rekening houden met veel wind. Maar bij ons gelukkig allemaal niet van dat slechte weer. Vanuit het westen komen de opklaringen en de luchtdruk begint te stijgen. Vanochtend zaten we nog onder de 1015. Vrijdag, zaterdag dan komen we in de buurt van de 1030 hectopascal. Een forse stijging van de luchtdruk en dat houdt het slechte weer op behoorlijke afstand. Morgen en de komende dagen dus daardoor droog weer. Op zondag ligt er een regengebied boven Engeland. Heel misschien bereikt dat ons pas in de avonduren. Vanavond dus vanuit het westen steeds meer opklaringen. Temperaturen in Groningen gaan oplopen. In het zuidwesten gaan ze weer wat dalen. En er is verder eigenlijk niets aan de hand. In de nachtelijke uren komt de temperatuur rond of iets onder het vriespunt uit. Ik denk dat de meeste wegen dan al opgedroogd zijn, dus de kans op gladheid is klein. Maar een enkel fietspad of een enkele lokale weg die nog wel vochtig is, die kan natuurlijk glad worden. En dan morgen overdag schitterend weer verwacht ik veel zonneschijn, met name in de kustprovincies zal de zon volop schijnen. Daar slechts een paar wolken. In het binnenland zijn er soms wat meer wolken. Het wordt 6 tot 8 graden en de wind waait uit een zuidwestelijke richting en die is meestal winkel 3 of 4. En dan de vooruitzichten voor het weekend. Die zien er eigenlijk ook best goed uit. Zowel zaterdag als zondag blijft die luchtdruk hoog en blijft de regen dus op afstand. Beide dagen wel wat meer wolken dan morgen, maar de zon die zal droog zijn. Maandag verwacht ik wel wat lichte regen. Dan kunnen we dan nog hopen, mocht je dat nog willen, op winterweer. Nou, deze 15 daagse biedt bieden in ieder geval weinig hoop. In de nachten steeds wat lichte vorst. Overdag temperaturen zo tussen de 5 en de 10 graden. En aan het einde van de periode is er een kansje dat we boven de 10 graden uit gaan komen. Maar de eerlijkheid te zeggen dat als we de onderkant van de bandbreedte nemen, dat we dan dicht bij het vriespunt liggen. Dus de kansen op winterweer zijn nog niet verkeken. Dat zien we ook in deze grafiek terug. Die laat boven de kansen op nacht zien. Nou, die kansen zijn voorlopig hoog. En onder zie je de kans dat het overdag gaat vriezen. Die kansen zijn voorlopig klein. Schaatsen dus vooral op de kunstijsbanen. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.